Grill. Nieuwe video Apple Floors en vandaag zetten wij weer eindelijk weer lekker op Black Ops 3, jongens. En vandaag gaan we lekker met de Shiva spelen, jongens, want ik ga de Shiva goud halen. Ik moet 50 kills maken met geen ene attachments erop en geen ene perks eigenlijk wat ik aan mag zetten. Dus dit is hoe mijn Shiva en hoe mijn class eruit ziet, alleen de Shiva. En als ik die challenge heb gecomplete eigenlijk, alleen die camo, dan jongens heb ik mijn meldervaring Shiva goud eindelijk. Het duurt eventjes, maar dan heb je morgen eigenlijk dat ding goud. Ik vind het erg strontwapen eigenlijk, maar dan moet ik eigenlijk niet te hard zeggen, want ik maak geen ene kill. Ik maak nu eigenlijk al een kill, dat is super nice. Oh, nice. Maar ik moet dus lekker met Shiva lekker kills gaan maken. Ik heb al een tijdje mee lopen spelen, dus ik weet een beetje hoe ik een beetje moet handelen met dit wapen. En komt u maar. En ik had niet veel, ja, ik reken namelijk niet op campers. Ja. Oké. Okay. Maar jongens, als jullie dit leuk vinden, dan zoek je even op de like knop. En ja. Ja. Naast dat even een paar dagen even geen GTA online kon. Dat is omdat ik Shiva aan het goud halen ben. Dus dan ben ik ook tegelijkertijd Black Ops 3 aan het doen, snap je? Dus ja, dan meer Black Ops 3 video's. Maar dan komen sowieso GTA video's aan. Dus ja, dan kunnen we weer lekker intunen op GTA. Maar nu, deze video is het geen GTA en zijn we gewoon lekker op Black Ops 3 aan het killen. Nu eigenlijk niet, maar ik hoop dat we kunnen gaan killen. Oh ja, nou, we hebben gelijk alweer een kill. Oh kak, ik ben het reloaden. Daar hadden wij wat aan. Ja, want ik heb zo net 50 kills gemaakt met attachments, dus had ik fast max. Dus, en dat is wel handig, erop. Maar dan heb ik bijna diamond voor ja, de eerste keer dat ik diamond heb voor assault rifles, als ik het goed zeg. Of submachine, nu weet ik niet meer, submachine guns volgens mij. Maar ja, dus heb ik dat bijna diamond en dan als ik deze heb, ja, ik maak eigenlijk helemaal geen ene kill, dus dat schiet lekker op met dit potje. Oh kak. Maar ja, laat ik maar eens even gaan concentreren en niet zoveel uitleggen, want het gaat helemaal fout. En enemies, waar zijn jullie? Zo, als de blad. Shabadabi. Hallo. Ja, maar dan komt hij van de walren af. En dan zegt. Ah, kak, sorry. Nee, man. Ik heb echt geen zin. Hier, die vent rent op de walren. Ik heb het. Nee, wat doe je daar? Ik vind het niet leuk dat je daar komt. Ik vind het met een black cell. Je gaat die dingen proberen. Hoe heet dat? De diamond halen, zeker. Denk ik. Goud halen. Zo. Of misschien heb je het voor de grap aan staan. Ik snap het niet. Padbar. We gaan gewoon even. Jezus, wij maken echt kills, jongen. Dat is echt niet te geloven. Wat de gek. Ik dacht dat ik hem had en blijkbaar niet. Nice. Zij hebben weer lekker mee. Zij hebben weer lekker mee. Kak, jongens. Dat is echt verschrikkelijk. Hallo. Ik heb maar 6 kills. Hallo. Ik weet al wat mijn probleem is. Ik loop te hard. Ik loop met een Shiva te rennen. En door de hele map te lopen. Dat moet ik niet doen. Ik moet een beetje gaan campen. Ho, nice, nice. Weg hier even. Kijk, en dan moeten we even wachten. En dan moeten we zo meteen weer even wachten. En hopen niet dat niemand komt. Oké, okay, nice. Kijk, ik moet een beetje de span. God, zo, er komt er zo'n dart aan. Maar dan moet ik een beetje de span verdedigen eigenlijk. Want, ja. Want, ja, anders maak ik geen kills, weet je. Doei. Ja, ik ga gewoon naar binnen hoor. Er is een wave in de lucht. En daar ben je lekker mee. Nou, komt u maar, ik weet niet waarom ik dit ding pak. Ja, ik. Dan staat hij daar te campen, die vuile knik. Ik snap. Niet naar ka. Ik zweer, ik hitte hem 2 keer. Maar ja, het wil niet. Het houdt niet op. Ja, sorry jongens, dat het echt zo slecht was. Vorige potje ging het echt magnifiek. Ging 37 om 14. Precies. Kijk, 9 om 10. Dit is niet echt wat we willen zien. Ja, ja.
Jou krijg ik ook nooit dood, maar nu eindelijk wel. Zijn de spans geflipt? Ga nou weg! Zo, ik heb je nog lekker gekillt, bitch. Zo, lekker voor je. Maar oké. Ik ren een close ding. Ja, ik ben eigenlijk om me heen aan het kijken waar die gasten kunnen zitten, weet je. We zijn gecounterd. Ik heb een counter aan staan, nu ook eigenlijk, maar... Die wil ik dan ook eigenlijk wel gaan halen, weet je. Maar... Jezus! Oké, mijn 1 was daar echt geweldig. Waarom ren ik daar naar boven voor? Waarom ren ik daar naar boven? Echt, ik ben... Ja, de Peacekeeper! Hoe blij kan je zijn? Nee, eigenlijk al heeft hij gewoon gemaakt. Nou, fijn. Ik zou ook wel een keer een wapentje willen, maar... Het wilt niet baten. Oké, wacht even. Wacht even. Alles wat daaraan was, klopte met mijn 1. Eigenlijk. Kijk, maar het ging een beetje zo. Dat was gewoon precies op dat poppetje. En wat denk je? Geen ene hit. Geen één. Ja, nou, lekker. Daar zijn we vrolijk mee, hè. Wat klopt hier niet aan? Ik ben gewend met elem. Dat is het. Dat zal het zijn. Ik weet niet wat het is. Call of Duty kunt mij de kills doen. Met Shifia. 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 Ja, soms doet hij het dan wel, weet je. Oh nee, dat klopt toch niet, man. Ik had je al lang gehad. Jongen. Depedo. Zo heet je ongeveer, denk ik. Hoop ik. Ik weet niet. Maar, ja. Een afterburner, dat mis ik echt, jongen. Ik heb heel lang niet met afterburner gespeeld. En ik mis het gewoon. Heel... hard. En ik weet niet wat mijn aim. Zo net ging ik zo goed en nu gaat het echt bergafwaarts gewoon. Het is echt verschrikkelijk. KD is echt verschrikkelijk. En ja, nou, leuk. Ja, kijk dit dan. Ze lopen elke keer met z'n tweeën en dan is een haymaker ook achter iets. Nee, het is gewoon haymaker. Zo, als ik jou niet had, dan had ik echt lachen. Yo, heb ik ook, dat vind ik wel leuk. En als die teammate net die vent eerder had gekild, dan had ik gewoon nog geleefd, weet je. Maar nee, dit mag niet. Ik ben gewend met Elo en het is echt helemaal verschrikkelijk. Ja, achter mij natuurlijk, hè, want ja, ik kijk daar altijd zo goed, hè. Nee, eigenlijk niet. Het is toch verschrikkelijk. Er staat iemand achter mij, Floris. Ben je nou zo dom als een... Staat hij met een Razorback te staan? Jee. Ja, Razorback, jongens, is ook P geworden in de core. Niet hardcore, maar op core. Zo heet dat. Ja, leuk. Laat me snel. Ik was zo meteen weer lekker voor je. Ben een keer door een trap maar geraakt, vriend. Die vet gaat beest, hè? Ja. Het potje zit er nu alweer op, jongen. We hebben... Nou, jongens, we hebben de 20... We hebben niet eens 20 kills gehaald. Jezus, hoe slecht kan dit zijn. Maar jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, dan altijd like knop. Want dit ging was echt een scheidpotje, jongen. Dat is niet te geloven. Ik dacht, nou, nu gaan we even lekker hard knallen met Shiva. En het valt dus echt gewoon keihard tegen, gewoon. Ik ging 17 op... Ik ging 19 op 21. Oh, wat erg, wat erg, wat erg. Oh. Nou. Oké, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ik sluit deze video maar gelijk af, want dit is echt een kakpotje, jongen, wat niet te geloven is. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Als jullie dit leuk vonden, raam dan sowieso even op de like knop. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!